Twitch kijken of je live bent. Ja, we zijn op Twitch. Weet je zeker of je live bent? We zijn op YouTube, Peter. Goh. Wat is het nou? Ja, YouTube. Alleen Iwan is op Twitch, maar nu overlopen we Iwan. Oh. Fuck Iwan. Iwan hond. Je wilt gewoon iedereen van zijn stream weg gaan. Zit iedereen van dezelfde relatie? Ik wist niet eens dat er was, maar ja. Bij Iwan is het zo dat eerst 5 uur wacht voordat hij überhaupt iets gaat doen wanneer hij is aan het streamen. Ja, we zijn live. Ja, live, yes, live. Jongens, we zijn live, jongens. We zijn vast voetbal live. Jongens, hoeveel kijk je er? Onder ik. Precies nul. Ja, we zijn live. Ja. Iedereen van het veld rijdt een livestream. Ja, dat loopt bij mij. Echt? Oh ja, dan moet ik dat even veranderen. Jezus. Ja, nu. Ik vond jouw vorige livestream van iedereen van het veldrijden wel heel leuk. Was je erbij? Ja, toen was ik aan het kijken. Wat gaan we nu doen? Want een beetje armada. Nee. Let's go, niks. Gaan we armada doen? Ja. Zeker wel. Is de titel als je nu die flash verandert of niet? Nee, dat kan niet. Tijdens de livestream verander je titel, maar dat maakt voor de rest niks uit. Maar als je nu kijkt, als je nu refresh. Ja, er staat nu Armada livestream op de baan. Mooi. Yep. In de water. Okay. Wat ging je nou met die pasfotootjes doen? Nou, ik dacht in het begin van, ik ga niks doen, maar... Kijk, dan ga ik even naar mijn team toe, hè. Riders. Ik heb echt alleen maar bronzen renners. Oké, we beginnen met een potje zoeken naar een spel. Dus ga naar Armada, zorg dat je op de baan zit en wees klaar voor straks. En dan gaan we zoeken naar een spel doen. Oké, ik heb een hele slechte renner op de baan. Oh, gaan we? Al mijn renners zijn dood. Oh, ik heb Magnus Pouderstad. Nee. Power Purse. Ja, zoeken moet ik. Ik ga zoeken, hè. Ja. Ja, nee, wacht nog heel eventjes met zoeken naar een game. Is Clementje online? Nee, Clementje is niet online. Jammer. Oké, is iedereen in de baan? Is iedereen op baan nu of niet? Ja. 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 We hebben 4 kijkers. Jongens, Ruben. Ruben, zeg wat nou eens een keer. Ruben. 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 Hey Ruben. Hey Ruben. Hey Ruben. Ruben. Hey Ruben. Ruben. Oké, iedereen op baan? Ja. Ja. Oké, 3, 2, 1. We zoeken naar een spel. Hey! Pa! Hey. Zo'n deze Ruben, jammer. Ruben. Wacht even. Nee, heel. Kug. En mijn team is al helemaal kapot, maar dat komt omdat ik vanochtend of vanmiddag heb ik mezelf naar een 4e plek op de wereldranglijst gevochten. En als ik vandaag een punt zou pakken, zou ik 2e staan. Ik kan zelfs de wereldkampioen onttronen, die de hele middag gewoon helemaal blij is dat hij wereldkampioen is. Niet Lucas, hij is hier ook. Ik heb sowieso niet blijven, man. Cassie Dan moet lekker douchen. Gefeliciteerd. Boeiend. Zeer boeiend. Moet hij heen? Ja. Weet ik niet waar hij moet. Wie is de beheerder van deze Skype call? Die call, wat denk je? Ruben. Ja. Jij dan? Ruben is de beheerder. Ja. Hij heeft vrij weinig nut dus. Ruben, kerel. Kerelman. Oh, nu gaat hij komen hoor. Even geduld, AUB. Kerelman. Oh ja, ja, ja. Komt-ie! Ja. Ja? Tromgeroffel. Ja, puntenkoers! Hey, puntenkoers. Nee, doe maar normaal. Helemaal niks. Waarom heb ik niks en jullie allemaal wel? Omdat Nathan waarschijnlijk weer te laat was met klikken of gewoon te dom. Niet dus. Ja, of hij was gewoon te dom. Dan wacht ik wel weer een potje, hè? Ja, jongens? Leuk weer dit. Ja. Nathan is er weer niet. Nathan, natte hond. Echt niet dit
kan echt niet. De hond. Het is ook altijd hetzelfde met Nathan. We hebben maar liefst 7 renners die meedoen met de koers. Niet Lucas, Kasse Duisteen, Sam 15, Lore Ruben, Noah van Putten, Kasper Dam en niet Lucas. Volgens mij is het echt het grootste trekpotje ooit. Dus wij gaan ervan genieten, dames en heren. We gaan ervan genieten. En dat betekent dus ook dat, ik weet niet hoe ze het precies nu gaan meten, maar als ze het doen volgens de manier, dan krijgt de nummer laatste weer 0 punten. En dan loopt dat dus op. En uiteindelijk zou de nummer 1 dus 6 punten krijgen. En dat zou meteen genoeg zijn om in de top 10 te komen van de wereldranglijst. En voor mij zou, en voor Peter en ik zou het zelfs genoeg zijn om vandaag de wereldtrui over te nemen van Lucas als hij niet zo hoog eindigt. Ja, maar ik weet toch al dat ik dat niet ga blijven kunnen houden. Ja, maar zo slecht. Welke renner zijn jullie hier, gasten? Ik ben... Ik ben Nolens. Manfussa ben ik. En wie is... Wie ben jij, Nathan? Oké, dankjewel. En wie is Lucas? Nee, ik ben Aldinger. Aldinger? Die één. Ik lig helemaal achterop nu. Dat is niet zo goed. Ik ga nu van voren. Ja, ik weet niet wat voor lag dit is, maar... Lag? Lek! Damn, Daniel. Waarom ben je niet dit idee vandaan? Kijk hoe pro ik ben in dit spel, hè. Ik win hem gewoon zo dik! Zo dik! Zo makkelijk. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik zit echt van achter, jongen. Nieuwe wereldkampioen confirmed? Ja. Ik denk wel. Wat is echt zo opmerkelijk? Nolens is gewoon echt zo slecht, jongen. En ik heb gewoon geen andere... Ja, dinges, Becchio, maar die is ook slecht geworden. Die heb ik gewoon te veel gebruikt. Ik had er net weer even een goldpack geopend voor de track, maar ik had My Freddy, dat was een weer track. Oh. Is er nou iemand in. Zijn er nou wat in de aanval gegaan? God. Moet je nagaan, hè? Uit het boekje was hij er net. En nu is het dus gewoon zo dat Lucas dus gewoon eerste staat. Ik moet gewoon wereldkampioen worden. Ik voel dat ik vandaag in puntenkoers ben ik beter dan Lucas. Dat is ook de enige waar ik eerste sta van de wereld. Puntenkoers. Ja, je wordt hem niet voor Nolens. Kijk, het enige waar ik het beste van de wereld aan ben, is slecht zijn in de baan. Oh, wat een skill. Beest. Wat een beast, jongens. Ik ben echt een beast hier. Ik heb ook echt de beste renners, want ik heb nog 0 keer Armada gespeeld. Wat een beest, jongens. Respect. Heeft geen nut meer. Rijden van 5 punten. Oh, dit is heel close, maar ik pak hem weer. Ik pak weer 5 punten. Oh, Nolens staat vierde. Oh, man. Ja. Dit is toch geweldig, jongens. Dit is dominantie. Tot en met. Ik laat u binnen, oké. Behalve ik dan. Nee, ik word gewoon 10e. Oh, ik zijn nu al 7 punten los op meneer Aldinger en Ploeger. Ja, het laatste sprint is altijd. Kijk, ik ben ook echt die pro-renner uit Kazachstan, namelijk. Zabidov. Weet weer al iemand weg. Eén van de twee Zabidovs. Patounek rijdt er vandoor. Gevolgd met door zijn maatje Patounek. En zijn landgenoot Manfussa zit inmiddels in het 5e wiel. Die volgt nu mij Freddy en Dos Pereira. Maar daar heb ik geen zin in om dat helemaal te gaan volgen. Nu valt het stil, dus er zijn 2 man weg. Het is echt veel leuker om het met zoveel man te doen. Maar die 2 man die worden nu weer ingelopen, hebben elkaar niet kunnen vinden. En dan gaan we nu naar een Kazach op kop. Waarom nu een Kazach op kop? Ja, vraag het je moeder. Joost zal het weten. Man, dit is camera. Eerste en Manfussa inmiddels 7e. De lag. Damn. Oh, ik heb echt geen lag. Ik heb gewoon perfect van. Ik pak de eerste wiel. Ik ook gewoon, maar ja. Kakzooi. Kakrennen. Oh, nu zijn we wel ingesloten, dat is wel jammer. Kan niks. Misschien wel derde. Ja, derde. Dat is toch ook netjes. Derde. Frank. Ja hoor, ik pak hier gewoon punten. We zijn de wereld nog niet uit, jongen. De 5 volle punten. Zijn voor meneer Noah van Putten. Oh, nu sta ik gewoon 2e. En ik kan ook bijna niet meer ingehaald worden. Alleen nog maar door Zabirov, Aldinger, Ploeger en Patounek. En misschien nog iemand die daaronder staat. Maar de vies is gewoon dat ik zou jou moeten gaan inhalen. Ja. Geloof je het zelf? Er is nog 1 iemand die 3 punten heeft, als het goed is. Zie ik zo even snel de uitslag. Dus ik zou nu snel moeten sparen en moeten winnen. Hè? Zo simpel is het spel, hè?
Ja, tuurlijk. Amai. Let's get going. Let's go crazy. Till we see the sun. Nee, doen we normaal. Wat gaan we hier naar rijden? Doe het normaal, want. Misschien weer zoeken naar een spel of iets dergelijks, ik weet het niet. Doe dat eens normaal, opa. Nou, Gertje zegt, doe eens normaal. Mosee, Gertje. Ja. Amai. Ja. Geniaal. Hier naar voren rijden. Bij elkaar. 12 punten voor Man Vissen. Hij mag dit niet meer laten liggen. De wereldkampioen. Hij ruikt hem al. Hij ruikt de wereldtrui. Maar gaat hij hem ook pakken? Nee. Dat antwoord kan ik helaas niet. Het antwoord ja. Die vraag gaat niet beantwoorden. Echter weet ik nog niet wat het gaat kiezen. Oh jee. My Freddy wint. En dat betekent dat ik nu 2 punten moet pakken. En ga ik dat ook doen? Ik sta nu 8e, maar ik kom nu naar de 6e plaats. En ik moet 4e worden. Oh, het zijn er 4, jammer. Maar ik word wel... Oh man, shit. Ik word 5e. Oh, ik was 3e. Ik ben wel de beste van de menselijke spelers. Dus dat betekent dat ik waarschijnlijk de volle mik pak. Want de punten zijn alleen... Hé, hey, ik ben 5e, jongens. Ja. 9e. Gewoon 3e van de mensen. Lucas is de eerste van de menselijke spelers. Lucas tweede. Noah wordt 3e. Sam wordt 4e. Casper dan 5e. Grammaticon 6e. En geen punten daarvoor. Ruben. Oh, hoeveel punten heb ik, hè? 5 punten heb ik en ik 6. Ja hoor, ik heb er 6. Lucas en ik staan 1 en 2 4 op de wereldranglijst. Ik krijg er zo meteen 6 punten bij. Dat is 14. En Lucas 7 en die komt op 17. We staan 1 en 2. En Peter moet er ook zoiets hebben gehad. Die zal er waarschijnlijk 5 hebben gehad of zo. Ik heb er 1 gehad. 1? Ja. Oh jee, je was natuurlijk heel slecht. Ja, nee. Ja, dat ik klopt. Ik denk dat Noah, jij moet er heel veel gehad hebben ook, of niet? 4. Ja, dan kom je ook gewoon in de top 10 van de wereld. Deze man die geen trek kan. Top 10? Nee, ik zie mezelf er nog niet tussen staan, maar ja. Ik zie mezelf nog nergens staan, maar weet je, dat is zo wel. Nathan, je kan weer meedoen. Hartstikke leuk. Gaan we weer zoeken voor een nare spel? Ja, gaan we weer doen. Is iedereen er klaar voor, dames en heren? Nee. Ik wel. Nee. Ik zal ook even in de chat aftellen. Heel waar. 1, 2, doe maar mee. 3, 4. Noah heeft bier. Heb ik bier? Misschien wel. 5, 4, 3, 2, 1... Nu klikken jullie op zoeken naar een spel. Ik heb het net een milliseconde eerder gedaan, sorry Cas. Dat is verschrikkelijk. Ruben heeft opgehangen. Ruben heeft waarschijnlijk... Nathan heb je ook geklikt. Nathan, ben je er nog? Er kijken wel heel veel mensen naar je stream, hè? 7 mensen, dat is toch mooi. Het is gewoon wij allemaal, maar... Ja, oké. Okay. Het zijn de alle 7 die hebben gelezen ook, maar het geeft niet. Ik vind het wel grappig zo. En er kijken ook meestal wel een stuk of 100 mensen dit soort dingen terug, dus ik vind er zich geen op. Ja. Je kunt direct zo gemakkelijk eerst worden. Hebben jullie al een race? Ja. Ja? Nee. Ja, niet meer. Wel of niet? Ja, ik heb niks. Nee, ik heb niks. Ik ook niet, ik ben eruit gegooid. Oké, dan moeten we het nog een keer doen. Anders maakt iemand dan gewoon een race. Ik krijg nou geen punten. Nee, ik krijg geen punten. Oh, ja, gaan we nu drukken? Heel even wachten. Opa. Oh, ik zit een keer in de lijn. Oké, 5, 4, 3, 2, 1. Nu. En dan hebben we nu weer geklikt, dames en heren. Ja. Is toch niet gewoon 10 kijkers? This is Cycling, Philips en Sandy. Okay. En er heeft iemand een super grote achterstand qua Skype. Dames en heren. En het is te hopen dat diegene dat snel kan oplossen. Het was Noah natuurlijk. Ja. Oh, wauw. Dat was ik. Ik ben er weer uitgegooid. Hé, hey, ik ook. Oké, ik kijk gewoon nog een keer op zoek naar een spel. Gewoon deed het totdat je verwerkingsfout van de server.
Jee, ik heb 6 coins gewonnen. Waar sloeg dit op? Hey, ik ook. Mijn livestream doet het toch gewoon, dus het moet een server van PCM zijn die eventjes wat tabbels heeft. Want er zo ontzettend veel mensen online zijn. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. 29 mensen online. Dat moet een ongelooflijk lastig feit zijn om te handelen. Helemaal met banen. Hey, die gekke Deen zit te kijken. Nou, het is geen gekke Deen. Dat is greetings from Denmark. Hello. 10 kijkers. Knekkebreuten. Ja, 8 berichten per minuut, we gaan omhoog. Oké. Knekkebreuten. Dames en heren, we gaan nog een keer op zoek naar een spel klikken in 3, 2, 1, klik! En jullie moeten als het goed is al geklikt hebben, want wij hebben dikke delay. Alleen... Ja. Ja. Maar ja, het is vakantie, hè? Dan komen er veel video's online altijd. Ja, mensen, mocht je twijfelen tussen de stream van Ewan kijken en Cas, lastige keuze hoor. Maar toch kiest iedereen voor Cas en dat vind ik toch mooi. Niemand mag Ewan. Hij is gewoon cool. Nederlanders gaan voor Cas. Lucas kijkt weer al. Wat gaan we doen? Wat meteen. We zijn maar met z'n vieren. Wie is er weg? Jij. We zijn met z'n vijven. Oh my god. Je telt jezelf. Wat doen we? Lekker. Oh, afvalrace. Oh nee. Gisteren echt nee. Afvalrace. Geen afvalrace, jongens, geen afvalrace. Ik heb nog helemaal geen race. Echt niet? Nee, maar jullie mogen wel spelen, hè? Maar ja. Misschien komen ik en Lucas nog bij elkaar. Ja, dat zal dan wel. Ha, Lucas, heb je dat klassement al gezien? Jij hebt 15 punten en ik heb 14 punten. En zie, het is echt veel te gemakkelijk gaan om kampioen te worden, hoor. We gaan echt los tegen andere winnen. Ja, we zitten nu echt, we hebben een gaatje. Oh, ik heb nu een puntenkoers gekregen. En jij, Lucas? Puntenkoers? Amai, daar gaan we tegen. Maar ik ben hier echt wel slecht in. Ja, ik heb nog nooit voor jou verloren volgens mij met puntenkoers. Dus als we kijken naar het klassement, dan zien we het algemeen klassement staat Lucas voor. Dan gaan we naar de wekelijkse ranking. We moeten even snel kijken nog. Puntenkoers. Daar zien we het. 9 punten voor mij, 6 punten voor Lucas. En dat komt allemaal omdat Lucas natuurlijk net heel veel heeft gehad. Die is natuurlijk gewoon, Noah staat daar gewoon derde. Casper Dam staat daar gewoon vijfde. Dat komt allemaal omdat we net met 7 man in de koers zaten. En we weten dus ook het puntensysteem van de baan. De laatste krijgt 0 punten. En hoe meer erin zit, hoe meer punten je krijgt. Dus als er 24 mensen zijn, dan krijgt de nummer 1 23 punten. Ja. De nummer 2 22. En zo gaan we dus door. Tot er eentje 0 punten heeft. Soms heb ik dat wel eens, dat ik dan ineens zo heel snel ga praten, dat ik alles snel moet zeggen. Dikke BMW. Dikke BMW, nee, jongens. Nee, Lucas, nee. We zijn begonnen met de sprint. Jammer. Ben je nog steeds al dingen? Heb je hem 20.000 massages gegeven? Of is er gewoon heel weinig stats nu? Heel weinig stats. Doei. Sam, doei. Is Sam er vandoor aan het gaan? Nee, hij is geëlimineerd in de eliminatierace. Als eerste. Ja, nee, als tweede. Nou, Sam, bij deze, vaarwel. Ruben moet gaan. Familiezaken. 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 Kan gebeuren. Je moeder. Nee, ik heb die koers niet gezien. Ik heb hem wel eventjes teruggezien, want Lucas zei, nog wel uit. Maar ik kijk alleen de topcompetitie, dus dat is wel ook wel mooi. Oh, sorry. Dat is 22 mei, de omloop der campen weer. Dus ik had deze even over het hoofd gezien. Maar ik heb dus eventjes die sprint gezien. En die werd eigenlijk zo slecht in beeld gebracht, dat ik niet eens heb kunnen genieten van de koers. Dus het spijt. Je was echt zo slecht. Hoi, doei Casper. Welke Casper? Casper dan? Nu is hij boos. Ik werd vol geblokt door mij. Ik ging vol al mijn balkje helemaal leeg houden. Oh man, nu heb ik het echt heel slecht gedaan in deze puntenkoers van mij. Al dingen pakt een puntje en ik zit helemaal laatste. Ik heb ook nog eens al mijn energie verneukt, dus wat dat betreft. Oh jee, we verliezen een kijker. Nee. Oh jee. Waarschijnlijk is dat niet Deen. Ja, die blijft niet echt lang geïnteresseerd in Nederlands commentaar, denk ik. Ja, maar hij kan Nederlands, want hij zijn vader. Doei, Zabirov. Misschien nog eens in de grote vakantie. Amai. Rustig! Dank je. Nee.
Ja, mijn broertje vond dat we, een serie moesten noemen, doen. Dat als we een serie moesten doen met Baruen en als we een soort competitie zouden doen, dat hij dan de Spas der Spaties moest heten. Dat vond hij wel een mooie naam. Dus ik dacht, nou, dat is eigenlijk best een mooie naam. En toen kwam ik erachter dat Peter dan sowieso zou winnen. Dus ja, je hebt er niks aan. Nou, gaan ze niet allemaal links. Dat is altijd in die laatste bocht. Maar er zit een hele vervelende Australiër. Een hele vervelende Australiër. Een absurd vervelende Australiër. En die overigens een hele vervelende Litouwer. En dan moet ik ook helemaal omheen. En dat doe ik dan netjes. Ik ga er helemaal omheen. En dan kom ik nu uit op een eerste plaats. En dan zet ik nu mijn energiebalk in om ook daadwerkelijk eerste te worden. En dan pak ik de eerste plaats. En dat met een Colombiaan op de baan. Het is niet te geloven. En Lucas, die wordt helemaal 15e. Perfect dus. Jij bent de tweede Aldinger in de standings. Nu staat hij niet eens meer in de standings. Dus ik sta nu eerst samen met Riera. En als ik dus deze win, dan sta ik gedeeld met Lucas eerst in de wereldranglijst. Zo snel kan het gaan, Lucas. Zo snel kan je je hele wereldtitel helemaal verpesten. Alleen maar puntenkoers. Ja, even kijken wie dat er... We hebben vandaag nog 0 punten. We staan nu al los. We staan nu al... 5 punten. Ja, ja. Maar misschien dat we nu ook wel Baruen op de kaart spelen met deze video. Dat mensen denken, oh, ik wil dat record verbreken van Lucas en van Cas. Je weet het, in één middagje heb je het gewoon voor elkaar. Niet eens. We hebben gewoon een uurtje gespeeld en we hebben het record. Zo simpel is het, dames en heren. Ja. En het is eigenlijk meer de strijd tussen onszelf geworden dan de strijd tussen die andere mensen die toch al lang niet meer spelen. Ja. Ik had er net even een bidonnetje gepakt voor de livestream, omdat ik dan altijd zo'n schorre skill krijg. Maar ik drink dan altijd veel te veel als ik zo'n bidonnetje naast me heb staan. Die is nou helemaal leeg. Kwartiertje. Die van Movistar. Ja, die ene die gebruik ik altijd voor dat soort dingen. Ik een beetje ingesloten. Oh, het is nog maar 100 meter. Ja, als ik er niet uitkom, heb ik geen ene zin om mijn energie te verpesten. Dus dat ga ik toen niet doen. Voor mij al. Ja. Nou, dat was weer een verloren wedstrijd. Van Manim. Godsam. Nee, ik had niet door dat er nog maar 10 in zat. God, god, god. Gloeiende. Ben je eruit? Bijna. Ja, nu ben ik er officieel uit. Oh, ik had vandaag een mooie inhaalslag. Ik lag helemaal achter een wiel. Ik zat links, ik werd helemaal geblokt. Toen heb ik me laten terugzakken, ben ik om die gozer heen gereden en toen op het laatst toe pakte ik hem nog. Dat was echt chill. Tuurlijk. Ja, nee, ik meen het. Ja, en niet in het echt, tuurlijk. Niet in het echt, maar gewoon in het spel, hè. Want ik ben no life in het spel. Morgen heb ik een wedstrijd in Zwanenburg en dan kan ik ook serieus winnen, want dat wordt waarschijnlijk een massasprint. Morgen wedstrijd? Ja. In Zwanenburg. Een soort een interclubwedstrijd. Er doen alleen maar mensen mee die slecht zijn. Dus ik dacht, nou, dat is ook leuk voor mij dan. Dus er mogen alleen maar mensen mee doen van de mol? Nee. Het is een interclubwedstrijd in Bataaf of zo. HFC Bataaf. En daar doen mensen mee die niet echt KMU rijden. Ja. Iedereen mag gewoon meedoen hoor, maar... Ik kom te laat. Moet je je daarvoor inschrijven van tevoren? Nee, ik kan daar gewoon heen. En even kijken hoor. Oh, Lucasje toch. Je gaat het halen, jongen. Hij pakt de derde plaats en hij verdedigt zijn wereldtitel. Oeh, en dat is voor het eerst dat ik van een verlies met puntenkoers volgens mij. Maar ik had nee. Ik kwam derd. Ik heb vierd. Ik win nog. Win ik nog? Oh, je bent nog vierde geworden. Oei, het leek er zo op dat je derde zou worden. Was jij die binnenste? We hebben dezelfde punten. Dit ga ik even snel terugkijken op YouTube. Daar ben jij toch normaal gesproken? Wacht, ik ga nu... 1 uur en 7 kilometer Was jij die binnenste of was jij die buitenste? Want... Maar dus eigenlijk stel ik zou nu nog willen meedoen, dan zou dat nog kunnen. Ja, als jij morgen zin hebt om te komen, de koers start ongeveer 12:30. Dat is eigenlijk wel chill, want ik zou dan best wel willen. Het gemiddelde tempo is ongeveer 35 km per uur. Het is 40 km, ja, het is zeg maar naast Haarlem. Oh, dat is weinig. 40 km kan ik wel aan en 35 gemiddeld kan ik ook wel. Nee, ik bedoel, het is 40 km vanaf mijn huis. Maar het is waarschijnlijk minder dan 40 km. Het is maar 25 of zo. Het is zeg maar een interclubwedstrijd en je rijdt met categorie 7. Dus categorie 7 en nieuwelingen.
En deze cycling is niet toegestaan omdat hij veel te goed is en anders mijn overwinning afpakt. Dus jij moet niet komen, helaas. Hé, hey, maar wie doen het dan ongeveer, wie doen het dan zo mee van categorie 7? Nou, de vorige keer deden er een stuk of 20 mee. En die ene die had gewonnen, had één keer de klassieker gereden, had hij een DNF. Dus ik weet niet. Hé, hey, maar zijn jullie al bijna klaar met die elimination race? Hey, ik even vragen of ik morgen in Zwanenburg mag rijden. Ja, ik vind het helemaal goed. Komt even in zo'n livestream, maar niemand kijkt toch. Boeien. Helemaal lief, like, pa, mag ik koersen? Nee, je mag niet koersen, je verliest toch. Ja, maar ik wil koersen. Ja, maar je verliest toch, welke race het ook is. Ja, dat weet ik. Is het een invalide race? Nee. Oh ja, die had je anders ook verloren. Nee, maar even serieus, wie zijn er allemaal hier? Nathan! Nathan is echt een hoer. Nou, Lucas, wij nog maar een potje dan, hè? Ja. Wat werd 3, 2, 1. Zoeken naar een spel. Hier ga ik het jullie even laten zien. Zoeken naar een spel klinkt snel. Dit is dus de alle. En heb ik van mijn 14 punten zijn er 9 van een puntenkoers. We hebben nog nooit een keiling gehad. Die blijkt wel veel gehad te zijn. Je ziet het ook al dat er veel mensen zijn die dat al gespeeld hebben. Want van de 44 die punten hebben, zijn er 19 die in een keiling punten hebben. Scratch zijn er maar een paar die punten hebben. Daar zitten wij ook niet tussen. Oh, daar zitten wij wel tussen. Er zijn er ook veel die punten hebben trouwens. Meer zelfs. En dan heb ik 3 punten. Lucas 4 punten. Ik kan rijden. Dat is 3-7 en dan neem ik die mee. Daar komt hij, jongens. Beetje bij Schiphol. Ja, klopt. Ja, bij Schiphol. 35 uur. Zegt hij. Maar wil je dan rijden? Ik kan dit spel op de dag spelen. Als het een afvalrace wordt, dan gooi ik gewoon afval in de prullenbak. Peter heel ver naast, want zijn vader is al weggelopen. Vindt het geen goed idee. Het wordt een afvalrace, ja hoor. Jemig. Lucas, heb jij ook een afvalrace? Ja. Jemig. Oh, je zag net, ik liet het net zien, het klassement van de afvalrace. 2 punten voor mij, 5 voor Lucas. Daar gaat Lucas sowieso. Puntenkoers is echt gewoon... En het chillen is dat in het echt denk ik ook dat puntenkoers meer bij mij past. Maar ik weet het niet. Ik kan me altijd heel snel herstellen. Dus dat is gewoon chill. Dat is gewoon chill. Ik hoop echt morgen dat het goed gaat doen. Zwanenburg fietsen. Gaan jullie morgen nog koersen? Zeg het in de chat. Hij rijdt waarschijnlijk zo makkel in Den Haag. Oké. Okay. En ik ben niet goed. Oké, okay, dan weten we dus dat deze cycling niet goed is. Maar we zijn even aan het zoeken van wat en hoe het maakt tot nu toe. Wat ik van uw reactie heb gezien, mag het wel. Eit. Dat zou heel chill zijn. Want ja. Jij bent namelijk zo slecht misschien dat allemaal mensen over je heen vallen. Dan heb ik weer grotere kans op te winnen. En ik zorg altijd dat ik om jou heen rijd. Dus bij deze de tip, zie je Peter Spuitenkop op de startlijst staan, onthoud dan zijn rugnummer en ga niet achter hem rijden. Dank u wel. Oh kut, het is een eliminatierace en dan kom ik altijd zo laat achter. Ik kom nu pas achter dat ik überhaupt moet wegwezen hier. Kut, ik haat dit leven. Ik haat het. Oh, ik zit goed. Zeker. Hey, hoeveel kijk je er naar die livestream? Oh, er zitten er nog 2 in. Wie zijn dat? Ik heb dat even totaal gemist. Welke 2 zitten er nog meer in? Kan ik natuurlijk hier ook zien. Oh, het is een slechte lezer. Casperdam en Grammaticon. Jawel, die helemaal geen flikker heeft. Nee. Want nee, ik weet het niet. Ik zit er ook lekker op. Ik geef het op.
Ik snap het niet. Hou hierop niet van zelf. Ik hou wel op. Wel vanzelf. Ik ga zelf maar plegen. Oh, oh, leuk. Fijn. Oh, Casper Dan is er al uit en hij gaat zelf maar plegen. Nou, dat is toch ook leuk. Oh, het is toch gezellig. Hopelijk veel plezier met je zelfmoord. Ik ga ook zelf maar plegen. Nee, ik wil ook zelf... Oh, toch niet. Nee, laat maar. Ik ben al af. Wat? Ik ook bijna. Potverdorie. Maar ik ben er niet uit. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Het is gewoon het spel der blokken. Ik heb het ook een keer in het echt zitten kijken. Het is echt gewoon wie geblokt wordt. En in het echt kan je niet remmen. Dus als je dan in het verkeerde kant zit, dan baal je. Dan baal je gewoon. Dan is het gewoon, ja, dan is het gewoon over en uit. Dan is het gewoon niet meer te doen. Ja, kom ik aan met mijn Zuid-Afrikaanse render. Goed, daar helemaal niet worden. Ben jij de Zuid-Afrikaanse render? Ik had net een pakje gekocht. Ik heb wel zo even terug. Ik heb een filmpje kijken. Ja. Verdorie. Is goed, jongen. Als je morgen maar niet meedoet in Zwanenburg, want ik heb geen zin om te vallen. Grapje. Sorry. Oh, potverdorie. Dat ga je toch niet menen, hè? Wacht, nu kunnen we het goed zien. Zit er nog eentje achter? Nee, ik moet doorrijden, ik moet doorrijden. Oh, je zit er wel een. Jee, wat een prank van die mathot. Dat was echt een goede prank, moet ik zeggen. Dat vond ik echt een mooie prank. Dat is ook leuk. Dat gaat juist niet ten koste van de ander. Dat is gewoon, dat zijn leuke pranks. Kill. Kunnen de kills nog wat van leren? Zo. Kijken of ik dit keer top 10 kan rijden. Maar als je eenmaal in de top 10 zit, wordt het makkelijker. Want dan word je niet zo snel geblokt. Behalve ja, dan als Lucas voor je rijdt. Nu word ik gewoon geblokt. Ja, dan is het gewoon een beetje gelukkig. Open shirtje. Ja, laat maar. Nu ga ik eruit, hè. Want ik word geblokt. Jongen, je hebt nog 131 meter om naar rechts te rijden. Je hebt nog 131 meter. Ja, ik kan nog helemaal buitenom komen. Misschien. Of ja, buitenom meestal is het beste. Of gewoon helemaal niet. Ik zeg nu wel. Of gewoon helemaal niet. Ja, tuurlijk wel. Nee, oh, Van Maniel gaat nu pas diep zitten. Hij maakt een buiging voor de koning. Hij komt er nog aan! Hij komt er nog aan! Oh! Nee. Hij is net te laat. En we nemen afscheid van een Zuid-Afrikaan. Ik ben Zuid-Afrikaan. Geen afval deze de volgende keer, dat zei ik ook al. Afval past alleen maar bij Lucas. Team kijkers. Maar wanneer wordt bekend wie er naar de mol gaat bij Favoriete Pro? Dat wordt binnenkort bekend, maar er zijn niet zo superveel deelnames. Sowieso natuurlijk, This is Cycling gaat daarheen, hij rijdt daar zelf. Er is één iemand die zich al heeft opgegeven voor seizoen 3 als DRC de mol zijn. Dat kan namelijk nu ook. Mike Hooiveld, die wil graag bij DC de mops. Oh, heel makkelijk. Ik zat gewoon relaxed in peloton, zonder dat ik door had dat het überhaupt een afvalronde was. En dan willen er wel meer naar de mol. 9 stuks of zo, 10. Ja, een stuk of 10. Maar er zijn ook 8 plaatsen, dus er gaan er maar 2 uit. Maar de beste gaan eruit van de ranking. Want ik wil staan, minder goede renners wil ik erin hebben. Dus dan bouw je. Maar is die handig als je dat bekendmaakt voordat de transferperiode is? Want misschien willen anderen dan nog naar een andere club toe. Ja, weet ik. Ik ga het binnenkort bekendmaken. Ik wilde het eigenlijk de volgende aflevering gaan doen. Nou. En daarna wilde binnenkort. Ik iets doen over, want ik wilde namelijk ook in Brood te Brood, ga ik niet helemaal spoileren, maar ja, ik vind het al best. Ik wil namelijk ook iets doen over dat je na het seizoen dat je één baanwielrenwedstrijd of een veldrijwedstrijd kan rijden. Zeg je dat dan ook zelf? En wat houdt een veldrijwedstrijd in? Nou, dat is gewoon veldrijden, ja, zoals je ook iedereen van het veldrijden hebt, zeg maar. Dus dan kan je stats erbij verdienen of gewoon niks doen, weet ik het. Maar dan moet ik even kijken hoe ik dat nog precies ga doen. Maar dat doe ik dan wel de volgende. Dus dan doe ik de volgende aflevering, vertel ik wel wie naar de mol mogen. Ja. En de rest hoor je allemaal vanzelf. Magone is eruit. Moet gaan. Moet fucken. Gaan. Doei, Lucas. Eigenlijk zegt hij nu, ik moet gaan neuken. Heel plezier, hè. Maar dat betekent dus dat ik de kans maak. Hier, kijk, hij lijkt me wel volle sprint. Als iemand aan de kant gaat, hij gaat volle sprint zo meteen. Dat is grappig. Hij heeft hem vol aanstaan, zijn gearman. Kijk, daar rijdt hij nu. Als hij nu nog steeds doorgaat. Ja, kijk, daar komt hij. Kijk hem gaan dan. Ja, hij haalt het nog. Hij haalt het nog. Blijft hij erin? Trek een beetje door, dan wordt hij misschien uitgestuurd. Oh, ja, heel makkelijk zelfs. Hij had hem dus niet heel super hoog staan. Nou, dan heb ik dus al gewonnen deze afvalrace. Ik heb nu al 6 punten, hè? Ik heb 6 punten nu. Ja, dat komt allemaal door die ene puntenkoers waar we met 7 renners zaten. Ik wist niet eens dat ik. Ja, toen kreeg ik er 4 en net kreeg ik er nog 2. Jurbin van Hoofd, tijd niet meer gesproken. Hij komt ook op de baan, zegt hij. Zullen we zo tijdritje rijden?
Nee, vandaag is het teken van de baan, meneer. Zie dat ja, op tijd volgende... is de baan. Ik bedoel, tijd is oh, de baan. Oh, 200 meter tijd in. Ja, dat is uit. Dat is chill. Doorrijden nu, my Freddy, dank u wel. Nummer laatste is een Nederlander, helaas, vroeger. Ah, ik heb ook al de nieuwe serie klaarstaan. Ik ben er helemaal klaar mee. Klaar voor, bedoel ik. Jammer, zeer triest dat Gabriel er niet bij kan zijn. Hij moest naar een verjaardag. Hij moest stiekem, wilde hij gewoon taart eten. Ja, dat zei ik ook al, maar ja. Fact viewen, kan er gewoon uitkomen als ik wil. Ja, ik kom er nu wel uit, vind ik wel verhandiger. Modcast, ik weet niet hoe je in de chat praat, maar het boeit wel niet. Oeh, eigenlijk riskeer ik nu best wel, maar ik blok toch een ander, dus maakt niet zoveel uit. De Spanjaard gaat er nooit meer overheen kunnen komen, die buitenkus. Litouwer is dat. Nog 3000 meter maximaal. Als ik het goed doe, daar Bart met hallo, Jens vanzelfs hallo. Oh, we hebben niet hallo. 15 kijkers gehaald, 16 hè? Kijkers zelfs. Schreef hij bij mij aan. Ik denk dat mijn meting het beste zijn, maar weet ik niet. Ik kijk namelijk niet via de video, maar via een speciaal meetsysteem ding op via YouTube. Ja, weet ik. Ja, druk op enter. Je kan typen, dat wist het wel. Ook zo leuk, iemand die een keer op enter klikt en zegt, hoe moet je typen? Ja, dan weet je het dus al. Haha. Zelfs als Noah, hoe heet jij? Veel te makkelijk weer, eerste. Kijk, nu begint het gewoon simpel te worden. Nu is het gewoon een soort keiding waarin je niet laatste mag worden onder twee rondjes. Maar je moet nu wel energie hebben, maar ik denk wel dat ik daar de juiste renner voor heb. Het is mijn Freddy die afvalt. En we gaan door met 6 renners. Dascha, Daryl, Dos Pereira. Hoeveel zijn we eigenlijk? Gear en Ailes. In de kal. Hoeveel zijn we? Volgens mij zitten we nu met z'n 2 in de kal, ja. We begonnen met 7. Even kijken. Oh, ik zit hier zo goed, hè. Vol energie. Helaas, Sven Mulder kon niet meedoen vandaag. Het zit in IJsde. Het teamgenoot van mij, de wattagebezoek aan jullie kennen wel, zit ook in IJsde. Welke categorie rijdt wattagebezoek aan? Nieuweling, hè? Ja, wattagebezoek aan het beest. Wanneer ga je weer eens wat van Rookie tot Pro doen? Goeie vraag. Ik hoop dat ik morgen na mijn wedstrijd een aflevering kan maken. Dat is ter streep. Waar ga je? Waar ga je heen rijden? Zwanenburg. Bij Schiphol in de buurt, Haarlem. Ja, ik ken dat rondje. Ken je dat rondje? Is het een chill rondje? Nou, er is heel weinig bochten. Je rijdt in een soort van... Ja, een soort van vorm van een lul, maar... Oh ja, leuk. Dat ligt, dat past bij mij. Dat past goed bij mij. Ja. Heel weinig bochten, heel klein klimmertje, maar er waait altijd heel veel wind. Er waait heel veel wind, jongens, de wind waait. Ja, dat is eigenlijk best wel logisch. Ja, nee, het is gewoon goede zin. Ik dacht, het klinkt gewoon droog. Ja, het is daar ook open, dus hoe dan ook, als hij noord of zuid staat, je hebt hem keihard tegen. Ja. Nou, dat is dan jammer. Want ik maak het mij zo simpel mogelijk en ik vind het gewoon leuk. Dat is het een beetje. En hij crasht. Wat is dit, jongens? Ik stond op het punt om een afvalrace te winnen. En nu krijg ik ook geen punten erbij. Dat is ook zo irritant. Nee, ja. Jammer dit. Wat gaan we nu doen? Zoeken voor een spel? Ja, of, en Jurpin van Hovel graag meedoen. Heb je Skype. 5. 4, okay. 3, 2, 1 en nu. Ik was lekker naar Oldenzaal gegaan. Uit. Oh ja, ik ga jou ook nog filmpjes sturen van een sprint van categorie 1. Uit. Speciaal voor jou. Uit. Hallo. Ik was gewoon categorie 1 sprinten. Kasper. Ja. Je hebt de weersomstandigheden van morgen al bekeken daarvan, van die wedstrijd. Regen. Regen. Ja, en jij gaat gewoon. Tuurlijk.
En mijn pa die vroeg dat. Ja, ik ga gewoon. En mijn pa die zegt van ja, morgenochtend nog even kijken, maar ik wil wel. En hij vraagt ook van, ja, of jij wel gaat, van anders dan staan wij daar en dan, hé, hey, waar is Casper? Ja, ja, nee, ik ga 100%, dat kan ik jullie verzekeren. Ja. En anders dan zeg ik het ook zo snel mogelijk af, zodat jullie niet al aan het rijden zijn. Maar dan zou je het afzetten. Als ik mijn junioren zit, kan ik jullie ook een keer ontmoeten. Amai. Maar jij zit, dan zitten wij al bij junioren. Ja, maar die rijden wel dezelfde koersen meestal. Ja, dat is waar, dat is waar. Je hebt ook al koersen waarmee je jeugd en nieuwelingen hebt als toetje. Ja. Ben je de livestream nog bezig? Amai, dat is niet weten, hè. Oh, dit is echt zo verward, joh. De een gaat weg en de andere joint weer en daarna joint die ene weer en daarna. Ja, je moet ook niet weggaan, je moet gewoon blijven. Dat is veel makkelijker. We hebben 15 kijkers. Ja, kijk, gewoon zoals ik. Klikt, joh. Oh, Turbo. Hey, wat doen wij nu eigenlijk? Want Turbo, Turbo doet mee. Wat doen jullie eigenlijk nu? Oh, wait, yo, hebben jullie een wedstrijd, Noah? Zitten jullie in een game? Ja. Ha, ik niet, ik zit gewoon hier. Ik ook niet. God, knikken. Zal ik eruit gaan? Ah, hij is ook gecrashed. Klimaan, oh no. We zitten hier met 1, 2, 3, 5, 6 mensen. Wat doen we eigenlijk? Nee, we doen scratch. Ik ga zo meteen opnieuw aftellen voor de mensen die weer nieuw mee willen doen. Hey, mag je even een powder geven dat jij gewoon gaat? Ja, ik vind het helemaal goed. Ja. Ik ga peloton op een ronde zetten. Ik ga peloton op een ronde zetten, ja, sowieso. Ja, ik ben al goed bezig. Ik heb 100 meter voorsprong. Ik heb alleen geen energie meer, maar... Ik sluit mijn hele PC allemaal weer af. Hoeveel renners doen er mee dan, Noah, in die wedstrijd? 6. 6? Oeh, had je toch 6 punten kunnen pakken? 5. Ja, had gekund, totdat ik in de aanval ging, maar... Hey. Wajo, huh? Wajo, Eddie C. Had 9 punten, nu ineens heeft hij de 10. Ja, hij heeft er nu weer een punt bijgepakt. Eddie C is nog steeds levende, dames en heren. Ja, hij is nu ook aan het spelen. Hij zit nu ook in de game. What the fuck, man. Hij denkt me weer op titels weg. En Eddie C. Kom, wat gaan we nu doen? Opnieuw zoeken? Oké, we gaan weer opnieuw zoeken naar een spel als iedereen er klaar voor is. Ja, ik ben er klaar voor. Zoek je naar een spel in. 5, 4, 3, 2, 1. Klik. Kijk, we zouden gewoon een keer in de vakantie of vandaag gewoon de ochtend en de middag gewoon iets moeten streamen. Voor de Tour de France of de Giro gaan rijden ofzo. Ja, of multiplayer. Van het echte team, 2016 DB. De doelgroep is kinderen met een basislicentie van de KNWU. Van die interclubwedstrijden, maar je mag ook gewoon meedoen als je... We hebben allemaal een licentie van de KNWU. Alleen mijn moeder is er natuurlijk weer veel... Mijn moeder is er natuurlijk weer fel tegen. Dat jij gaat rijden? Ja, een 6 graden. Ga jij lekker naar... Ga je lekker rugnummers uitdelen op Koningsdag? Ja, dat denk ik wel. Nou, dan ga ik jou lekker zien. Ja, man. Yo. Ik ga er een aan winnen, jongen. Ga ik gewoon wegrijden op het bruggetje. Oh, beter gaat niemand uit mijn categorie deze stream terugkijken ofzo. Nou, denk ik niet. Beter niet, anders weten ze gelijk al wat ik ga doen. Nah. Ja, ik heb een wedstrijd. Ik heb een wedstrijd gekregen. Ik heb bijna... Ja. Afvalrace. Ja, afvalrace. Bij Rempel. Ja. Afvalrace. Zullen we zo meteen lekker 200 meter tijdrit doen? Ja. Dan gaan we gewoon spel daar ben maken. Ik zo slecht in. Ik ook, maar ja. Daarom doen we het ook. Ik ben er wel aardig goed in. Ik heb er vandaag ook een paar keer geoefend. Nou, daar is het ook wel groot van belang of je een goede renner hebt of niet. Ja, ik heb een zilveren renner. Ja, maar ik word met Tim Veldtaal alsnog gewoon nog laatste.
Ja hoor. Vijf renners zitten erin. We hebben ze alle vijf. Dat is mooi. Turbo, Gurbo en Casper. Alleen Turbo, Gurbo moet nog de koers laden. Turbo, Gurbo. Ja, maar je weet het, Spaanse internetverbindingen zijn gewoon niks. Ja, Filip, ik rij in Amsterdam op Koningsdag. Lol. En jij rijdt toch ook Nieuwelingen, Filip? Klopt dat? Zeg ja, hij dat? Rijdt Nieuwelingen. Hij rijdt Nieuwelingen, ja. Hij reed vorig jaar categorie 7, dus... als hij gehandicapt is, dan... nee, dat weet ik niet. Maar, ik denk dat er niet echt een manier is dat hij nu... geen Nieuweling rijdt. Hij is zo goed dat ik maar bij die Nieuweling is. Ja, nu schuiven. Ik ben bronzen rijder. Ik ben zilver. Ik ben zo'n Zuid-Afrikaan. Maar ik ben niet zo'n supergoeie gouden. Ik ben een beetje een slechte gouden. Als je nu zou schuiven van Manuel... Pelotonnetje bijhouden, Filip, dat zou mooi zijn. Is dat je eerste koers van het seizoen dan? Dag David Veen. Pas op, dames en heren, we gaan ervoor sprinten. Laatste uur. Denk je? Als je het nu zou doen en niet geblokt zou worden, deze Colombiaan. Altijd weer die Colombiaan, hè? Waar zit dit? Ik vind de streamkwaliteit echt verrassend goed gewoon. Nee, meent je dit? Het is gewoon de kwaliteit van mijn video's. Zoals je gewoon gewend bent. Turbo is eruit. Wow. Oké. Bra. Give me the ugly face. Kom, we gaan gewoon zorgen dat Kas een strijk krijgt. Gewoon muziek aanzetten nu. Nee, dat ben je echt fucking zielig. En dan verwijder ik, dan hang ik ook echt meteen op in de kal. Ja, heb je ook al KWU-wedstrijd gereden, Filip? Nee. Als je nu doorrijdt, hè. Nu, opzij. Oeh, ik had daar precies een gaatje. Moet je kijken hoe close dat gaatje is. Anders had ik daar nog gezeten. Gelukkig maar. Ik ga het nu weer zo houden. Italiaan daar tussen dat gaatje. Doei, Casper. Wauw, jullie zijn echt tering slecht, hè. Je moet het ook gewoon... Oh man, hebben ze waarschijnlijk ook al hun energie al op, zeg maar. Dat is... Poef. Sowieso al. Minstens 2 punten voor ons. Ik zit een beetje slecht nu. Ik zit binnen. Ik moet buiten. Ik moet buiten. Ik zou zeggen, kijk door op YouTube en zie hoe goed ik ben. Hè? Nee, ik ben niet super goed, maar ik zie wel een beetje wat de tactiek moet zijn. Je moet eigenlijk van buitenaf moet je komen. Kijk, Kas is wereldkampioen. En dan zegt hij, ik ben niet zo goed. En ik ben ook niet echt wereldkampioen. Lucas, momenteel. En LEC rijdt weer een andere koers waarin je 6 meedelen, al dus Noah. Dus stel, LEC zou... Met Casper, dat weten we. Weer, dan zou hij weer dat kunnen overnemen. Als hij zou winnen, zou hij weer de titel overnemen. En we zitten allemaal netjes van voren. En Van Gielens verlaat de koers. 13 mensen over. Ik zweer, bij de laatste 10 renners wordt het makkelijker. Dan... hoef je alleen maar energie. Ik haal alleen nooit de laatste 10 renners. Dus nee, dat bedoel ik. Maar als je het dus een keer haalt, nu is de kans wel groot. Want nu hoeven er nog maar 3 renners af te vallen. Dan heb je het gehaald. Maar kijk, want als ik niet op kop. Jullie nu hier niet achter op. Me, dus die zitten er dan niet. Nu door, naar voren. Oeh, nu krijg ik het zwaar. Ja, altijd zwaar. Wel. Ik kan die bel voor me houden, joh. Overleefd. Helemaal buitenom. Het moest eventjes. Hij wil het gewoon. Hij gunt mij het niet. Ja, hij wil de eerste worden, zeker. Oh jee, ik ga er bijna uit. Ik ga er bijna uit. Een grapje, dat is Becky, joh. Hou je Becky op. Dat ben ik. Nee. Oh, wacht. De andere. Schuiven. Ik ben Italia. Welk land is Kas? Kas, welk land ben jij? Italië. Ja, dat vragen ze. Twee klassiekers. Schuiven, niet blokken. Je hebt zeker NW Overijssel opgereden, Filip. Nu. Rijden. Door. Sprinten nu. Nee. Nooit. Van Maniel, ene laatste. Oei. Deze zit toch... Oh ja, hij wordt laatste. Oh, wat irritant dit. Precies op het moment dat hij bijna de laatste 10 haalt. En het allerzieligste is nog, ik heb hem geblokt. Joepie!
jullie zagen het allemaal, hè. Ik blokte die ene gozer, waardoor die gozer weer Noah uit het spel duwde. Nu word ik boos. Het gaat er altijd. Gewoon. Dit is gewoon best. Het is gewoon lastig, want je gaat het sowieso één keer fout doen. En dan moet je maar hopen dat je gelukkig dan. We moeten maar hopen dat Kast niet iemand gaat blokken. Hoe dan? Kerel, man. Maar. Google deze of zo ook, Filip? Oh shit, verkeerd pijltje. Kerel, man. Wanneer is het PCM WK? Want dat doe ik meestal niet aan mee. Ga je weer WK doen? Dat was wel een leuke serie. Oh nee, maar ik bedoel... Toen volgde ik je kanaal al, hè, toen je dat WK deed. Echt waar? Ja. Helemaal buiten. Toen volgde ik je. Ja, makkelijk. Oké, okay, laten we even gaan kijken. Wat gaan we doen? Gaan we zo meteen 200 meter tijdrit doen? Klein hein, ja is goed. Maar nu moet ik even nog eerst de afvalrace winnen. En mijn punten binnenhalen. 5 puntjes of zo zijn het dan. En dan neem ik de... Jawel, ik neem de wereldtrui over van Lucas. Als ik nu niet crash, neem ik de wereldtrui over van Lucas. De wereldtitel. Ja, dan, we gaan is niet... crashen, jongens. Nee. Maar waarschijnlijk ben ik de host. En ik weet niet wie de host is. Als iemand anders de host is die er nu al uit is, dan... Oké, ik ga eruit. Nee, grappig. Dat kan wel heel zielig zijn. Kleine hein. Ja, dat is inderdaad ook een van de races. Wij rijden 14 mei de eerste koers, maar de vraag is of ik daar ook een medaille doe. Waarschijnlijk niet. Ik denk dat ik de omloop van de Veenkolonie ga doen. En daar hoop ik ook ik meer. Ik geef wel echt voor. Ja, ik kom later gewoon bij Maytag te rijden. Ja, we crashen. Of niet. Of wel, vorige keer crashen die naar dit moment. Ja, dat is waar. Best wel veel renners. Waarom zijn jullie er allemaal uit? Jullie zijn echt slecht. De renner was gewoon op. Niet iedereen heeft een gouden renner. Sommigen moeten het doen met een slechte zilveren. Ik heb een gouden renner, maar die is helemaal kapot. Dan moet je hem plakken met plakband of met lijm of iets dergelijks. Ja, massages die zijn ook maximaal gebruikt. Kan er niet mee doen. Ik heb nog een massage, die ga ik maar eens gebruiken. Dus Becchio is echt gewoon van 8 accelereren, 10 uithoudingsvermogen en 9 weerstand, naar 6 accelereren, 7 uitdagingsvermogen en 6 weerstand gegaan. Vlog de Portugees en kijken wat eruit komt. Nu gaat de Noor weer uit. Nee, ik denk dat de Canadees het gewoon... Hey, ik heb, weet je wat we een keer zouden moeten doen? Hè? We moeten gewoon een keer de voice of PCM community houden. Daar heb ik ook echt lang over nagedacht, maar dat ga ik echt niet doen. Wat is dat dan precies? Nou, gaan we lekker allemaal liedjes zingen en dan gaan we kijken bepalen wie de beste is. Oh nee. Dat wil ik ze niet aan doen. Oppassen nu voor de scope. Hé, wat vinden jullie van die nieuwe hellingenluik, was nageluid? Ja, ik kan altijd nog harder, maar het heeft geen zin, want ik kom hier als eerste weer aan. En ik blok weer de Italiaan, of nee, eigenlijk niet. Migliorelli die is toch mooi binnendoor naar voren gereden, dat is toch netjes. En de Australiër dit keer er wel uit. Smith. En we hebben nog 6 renners, het is nu net een keier in. Het is nu wat simpel aan het worden, het is nu puur de kracht. Want de ruimte worden groter. Dat betekent ook dat je vaker kopwerk moet doen en zo. Dus ze laten mij nu ook weer het kopwerk doen. Het is allemaal wel best. Kom aan, aan het begin van de stream. Peter. Wat? Het hele begin van de stream, Peter Mogol. Als hij nu crasht, dan. Ik kom al continu als eerste aan. Nog. Ik denk als tweede, maar. Ik hou tempo in. Ik ga niet helemaal voor de eerste plek te strijden. Het is de Portugees. Dos Pereira, die was er ook al de eerste, de tweede ronde uit of zoiets. Welke ben jij? Heb je een zwarte helm of wit helm?
Ik heb bij mij een wit helm, maar ik zit nu achter die één Italiaan, zeg maar. Derde wiel. Nu zit ik achter de Amerikaan. Okay. Ja, dus het verschilt per mens, de helm. Ja. Wacht, welke renner ben jij nou, Cas? Manfredi. Oh, die Italiaan. Oei. Dus eliminatieronde hier. Die Noor. De Noor gaat die kast nog verschalken hier? Nee hoor. Veel te simpel. We gaan afscheid nemen van de Noor, dames en heren. Vangen jongens. Daar komt ie. Amai. En niet zo klein beetje ook. Hadden we geen herhaling voor nodig, maar toch doen we hem. Ja, doei. Vangen. Nu zijn we nog maar met vier man. Vier man over. Ik heb nog redelijk goede energie. Ik weet niet of je via YouTube kijkt of via het andere platform, maar... Ik kijk via het andere. YouTube loopt een beetje achter. Dus. Ja, het is waar. Ja. Maar als je ooit mijn energie wil weten, kan je heel snel naar YouTube doorschakelen. Vierde wiel, ik heb al mijn energie nog over. Zolang die Amerikaan daar zit, kan ik niet weg. Dus dan moet ik even opletten dat ik daar zo meteen wel uitkom. Als het hier in het vierde wiel. Hier, nu valt het gat. Nu valt de opening. Een sprintrace, gaat hij dit halen? Ja hoor, met gemak. Hij sprint gewoon tussen ze door. Alsof die Danny McEwen is in die grote prijs waar hij lekker tussendoor slingert. Hij houdt hier zijn benen al stil. We gaan afscheid nemen van onze grote vriend de Belg. Sorry Belgische kijkers. Of wordt het toch de Italiaan? Oh, ik zal het gast terugnemen. Oh nee, de Italiaan helaas. Haalt het gewoon. De blok. De blok. Ja, drie renners. De Geer, Migliorella en Manfredi. Het was inderdaad close. Maar gaat Manfredi hier... We gaan snel door naar Renaat. Prank. Nee, niet. Oké, dan niet Renaat. Doei. Hier gaan we. Je zit laatste wiel, hè? Toch? Ja. Oké, ja. Nou, hier gaan we. Hij trekt naar een kassa 1001. Gaat hier voor de overwinning van deze sprint. Oei, nee, ze komen hier. Hij gaat het niet halen. Hij zit vast. Nee, hij sprint er toch nog tussendoor. En dan gaan we afscheid nemen van onze andere Italiaan. Migliorelli gaat eraan. Ik zal het meteen doorrijden. Ik heb veel energie. Nou, ik weet niet. Ik denk niet dat ik het ga doen. Een beetje dan, rustig tempo. Doei, dan gaat hij. Dan krijgen we een strijd tussen... Clementje en Cas. Hier gaan we zien. Cas op kop. Aan de andere kant van de baan zien we de Italiaan. Afscheid nemen. Hij doet alsof hij heeft gewonnen, maar het heeft hij niet. Dan gaan we zien. Is het Vinny die daar zit? Geer. Of wie is het? Geer. Het is Geer versus... Ja, dit gaat zo'n simpele overwinning worden, jongens. Nou, het wordt echt een spannende sprint. Hier, hij komt buiten om. Waarom lukt me niks meer? Ik heb gewoon... Oh, ik heb geen uithoudingsvermogen. Ik wil hem gewoon niet meer. What the fuck? Nee, hij redt het niet. Ik heb mijn hele energie vol. Jullie kunnen het zien, maar ik kom er gewoon niet meer omheen. Gewoon puur omdat ik geen uithoudingsvermogen meer heb, denk ik of zo. Hij is dood. Doei. Oei, dit is doodzonde. Tweede plaats. Ik had gewoon makkelijk eerste kunnen worden, maar... Ik weet niet, het gebeurde gewoon niet. Onze gameplay zegt, ik rijd Bataaf. Kom je morgen ook naar de interclubwedstrijd? Ik ken hem eigenlijk niet zo super goed, onze gameplay. Ik dacht eerst dat het iemand was die van mijn team... dat is Bob Gerritsen. Ja, goedemorgen Bob Gerritsen. Dacht ik al, dat kan. Hier zien we nogmaals de uitslag. Grammaticon, Peter pakt ook gewoon 3 punten. Noah krijgt 2 punten, Casperdam 1 punt. En ik krijg er 5 als het goed is. Oké, we gaan kijken in de ranking. Dat is helemaal prima. Helemaal op de naam. Zien we dat niet Lucas. Hij is nog niet bijgewerkt. Nee, hij is nog niet bijgewerkt, maar ik krijg er zo meteen 4 punten bij. En dan gaan wij zien dat ik eerste sta. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even nog een 200 meter tijdrit doen. Ja, ik maak hem al. Is goed. Doe maar. 1 ronde. Of gaan we een sprintje doen? Nee, 200 meter tijdrit. Echte teams of Armada? Ja, te laat. Echte teams, want anders dan... Ja, jij hebt maar 2 spelers gedaan. Doe even meer spelers. Of kan dat niet? Heb ik maar 2 spelers gedaan. Ja. Wacht, dat is 6. Kut mijn goal. 6 spelers. Nou, ja. Ik doe het alweer, hè. Kleine baby. Nou, dankjewel. Gaat die crashen? Nee, toch niet. Maar joh, zit er gelijk al vol. SCV, die is dat nou weer. Welkom, Gold SCV. Turbo Jurbo is te laat. Nou, boeien niet, want het is toch maar 2 seconden dat het duurt.
Hoppa! We hebben 6 deelnemers. Ik had eigenlijk SCV eruit kunnen gooien, want die is volgens mij niet iemand die kijkt naar deze lijstje. Of wel? Ik ga het hem vragen. SV. Dames en heren, wie is er nummer 1 op de baan van PCM? Mijn record is 10.667. En ik heb ooit een track tag gedaan op YouTube en ik ga even kijken hoeveel ik daar heb gehaald. Volgens te denken, hij loopt vast. Nee, het zijn de mensen die... Hij zegt dat hij kijkt. Mensen die renners moeten kiezen. Mijn tijd met track tag. Oh. Er waren heel veel mensen die dat deden, die track tag. Dat was een soort tag waar je het moest track. Dus daar snapte ook de naam. En ik reed daar, hoeveel is de tijd? 10.641, dat is dan ook gelijk mijn record. Oké, gaan we beginnen? Ja, ik heb een renner gekozen nu. Ah, ik neem een Gijs van Hoeken. Nee, ik neem Smit. Denk ik. Hey, die zie je 14 punten, ja, maar ik heb er 14 plus 4 straks, dat wordt zo meteen bijgewerkt. Meestal als je een potje hebt gespeeld, als we zo meteen terugkomen, dan gaan we het zien. Dan gaan we aan Lucas laten zien dat hij ontroond is. Maar NEC heeft inderdaad weer gespeeld net. En die speelde met 6 mensen. Dus dan krijg je heel snel punten erbij. En ik ga eens kijken of hij nu ook aan het spelen is. Of dat hij weg is. Hij is weg, gelukkig maar. Ik ga na deze tijdrit stoppen. Oké. Okay. Ik denk dat na deze tijdrit ook de stream stopt. Want we zijn inmiddels al een uur aan het streamen. Maar je bent al te laat daar, Bart, met meedoen. We zijn nu al renners aan het kiezen. Iedereen is als het goed is een renner aan het kiezen. Ik heb er alleen gekozen. Ja, klopt. Ja, misschien dat je nog meer mensen die moeten doen. Ik heb een of andere... Ik weet niet wie ik ben, maar... Bra. Nu gaan we starten. Nu gaan we starten. Bij de kors. 10.641 bij de kors. We gaan kijken... Casper, Noah en Grammatical moeten nog laden. Grammatical en Noah hebben geladen. Casper Dam is de laatste die moet laden. En dan gaan we weer starten hier op het Velodroom. 200 meter tijdrit. Iedereen start gewoon tegelijk. En degene die het langste overdoet. Zijn eerste 700 meter of eerste 500 meter. Dat is meestal degene die als laatste aankomt. Daar moeten we dan meestal wachten. En ik ga lekker langzaam doen. Vind ik leuk. Nee, ja, het is altijd wel handig om een beetje langzaam te gaan. Pak we gelijk de rode streep. Oh, niet zo langzaam. Rustig. Juist. Ik heb dit ook... Voor de mensen die dit niet snappen, je moet dus richting de 200 meter rijden. Je moet langzaam je tempo opbouwen. En de 200 meter die tellen, dus niet dat je denkt dat dit de tijd heeft van 700 meter is. Want dan zou mijn moeder dat zelfs beter kunnen doen op haar normale gazellefiets. Ook hier de blauwe lijn op. Ik zeg een gazellefiets, ja. Ik heb er ook een. Ja, prank. Leuk David, dat jij ook op wielrennen zit. Ik hoor dat altijd graag, dat mensen daar toch op gaan op een of andere manier geïnspireerd raken door een bepaalde renner op tv of een bepaalde YouTuber die 246 abonnees hebt en vaak op 7:30 jullie zijn, jij en Gabriel zijn geïnspireerd door mij en Pavel. Nou, geweldig. Dat hoor ik graag. Nee, dat vind ik echt serieus. Altijd wel leuk. Maar goed, we gaan nu langzaam het tempo opbouwen. Tim Veld is een van de beste renners. Ik heb gelijk gekozen. Ik ben iemand die gierig is. Ik ben iemand die altijd wil winnen. Net zoals morgen Bob. Jammer. Maar jij moet wel even de lieren van mij doen. Nee, grapje. Dan gaan we dan. We gaan langzaam het tempo opbouwen. We gaan langzaam naar beneden. En we gaan langzaam het 200 meter meten. Daar gaan we komen. We zitten op het volle tempo. We gaan het tempo opbouwen. Tim Veld. Gaat hij onder de 10 seconden komen? De beruchte 10 seconden. Daar gaan we kijken. We gaan naar 9 seconden. We gaan naar 10 seconden. We gaan naar 10, 5, 9, 1. Nieuw record voor mij. Oeh, een lekkere tijd. Zeg 10, 5, 9, 1. Kom ik aan met mijn tijd. 11, 7, 0, 3. 10, 5, 9, 1, dames en heren, met Tim Veld gereden. Met de tracktag reed ik ook met Tim Veld. Ik hoor graag andere tijden. 11, 4, 11. 11, 7, 3, jongen. Koekoe, jongen. Ja, wat Peter, hebben jullie? Peter doet het beter. Oh, nu krijg ik nu driptje helemaal. En dan komt de uitslag. En ik ben allereerste. En jullie hebben allemaal fucking slecht. Kijk. Alleen Casper heeft me clean voor zich houden. En jullie zijn echt tering slecht geëindigd. Maar ik ben eerst met 10, 5, 9, 1. Dat is ook gelijk mijn record. Vraag niet hoe ik het doe, maar ik deed het wel. Jee. Ranking. Iedereen op Casper haalt hem. Wie is koning? Cas 2001.
Jawel, hij staat er. Hij staat er. En Grammaticon staat vierde. Wat een mooi moment moet dat zijn voor hem. Hij heeft nog nooit wat bereikt in zijn leven, maar nu misschien toch een klein beetje. En Noah staat achtste. Sam, wij zien jou terug op de tiende plaats. SCV, een elfde plaats. En Casper Dam op een dertiende plaats. Allemaal hartstikke leuk om daar zoveel subscribers en mensen die meededen net en zo te zien. En verder zie ik mensen die heel slecht zijn, zoals Gabriel Moging, Naal van Kouwenberg, 85ste en 86ste met 0 punten. En Lucas Leger nu ook, die zegt, serieus, ben ik even weg, word jij wereldkampioen? Ja, ja. Ja, ja, ja. Jongen, Kas, jij bent gewoon hacker. Kas gebruikt hacks. Jongens, dames en heren, de koning van vandaag, het mogen duidelijk zijn. Ik vind het een mooi moment om de video mee af te sluiten. Misschien nog iemand... Oh, ja, is goed. Ik doe alweer een nieuw potje met Casper Dam mee. Oh, die heeft hem net weer afgesloten. Ja, we gaan er inderdaad mee stoppen. Ik vind het een prachtig moment om mee af te sluiten. 18 punten. Hij wil niet nog naar beneden geduwd worden in de rankings. Ja, precies. We moeten nu snel stoppen. We moeten nu snel stoppen. Nee, jullie mogen altijd spelen wat je wil. Jullie willen, maar ik denk dat deze kans toch wel vaker gaat gebeuren dat wij een track gaan spelen. Dus er moet nog zeker wat gebeuren, maar ik vind het in ieder geval een lekker moment dat ik even eerste sta van de wereld. Dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken in deze livestream. Inmiddels zijn het 11 mensen. Darvin Bartelet, Jurbe van Hoofd, This is Cycling, Philip Zijbrandi, Omsi Gameplay en Cycling Games, Peter, Nathan, Lucas. Ik bedank jullie allemaal en ik hoop jullie snel weer op mijn kanaal te zien. Ja. Van ook niet op proost. Stefan ook nog. Stefan, ja, er zijn enorm veel. Die vandaag meegedaan aan Casper Dam. Ik vergeet er een heel hoop. Maar ik bedank jullie allemaal. En graag tot snel. Joejoe.